Ik vraag me af, ook in relatie tot duurzaamheid, waarom gaat de verhuurdersheffing niet van tafel? We moeten veel meer investeren in duurzame woningen. En in dat kader zou het ook heel goed zijn als crisismaatregel om de BTW op het duurzaam verbouwen en aanpassen van huizen en woningen en gebouwen, om dat, die crisismaatregel weer terug te brengen. Dat deden we in de vorige crisis. Ik geloof dat toen nog Kamerlid Carola Schouten het was die hier een warm pleitbezorgster voor was en wel meer hier in de Kamer. Het is een maatregel waarvan we echt weten dat het economisch werkt, maar ook als het gaat om het verduurzamen van huizen. En vanochtend deed ik samen met collega Segers het voorstel om met een nationaal programma te komen om huizen te isoleren. En daarnaast zou ik het kabinet willen oproepen, stop de huurstijgingen en sloop de marktwerking uit de volkshuisvesting. En waarom houdt het kabinet zich niet aan de belofte om salarissen in de zorg te verhogen? Waarom wordt een dure belofte uit het voorjaar gebroken? Ik vind dat een motie van wantrouwen aan de mensen die werken in de zorg. Verpleegkundigen hebben zich dag en nacht uit de naad gewerkt. We hebben allemaal, niet alleen het kabinet, maar alle partijen hier, de belofte gedaan om hen beter te waarderen. En dat ging echt over meer dan een bonus of een schouderklopje. Het ging over structurele salarisverbeteringen. En waarom zie ik dat niet terug in de begroting? Voorzitter, de premier van het bedrijfsleven begon deze kabinetsperiode met de afschaffing van de dividendbelasting. Een cadeautje voor onze multinationals. Maar het cadeautje werd niet uitgepakt. Veel dank, maar ik hoef het niet. Dat sms de Unilever-CEO aan de premier. En wij dachten eigenlijk allemaal daar in de oppositie, yes, we zijn er vanaf. Het is van tafel. Maar tot onze verbazing kreeg het bedrijfsleven een goedbon van 2 miljard voor de verlaging van de winstbelasting. Want zo gul is dit kabinet wel. En wat zien we nu? Niet de verlaging van de winstbelasting, maar een korting op de bedrijfsbelastingen. En welke vorm het ook heeft, het blijft 2 miljard lastenverlichting voor bedrijven. Het enige dat verandert is de kleur van het cadeaupapier. En als je denkt, het kan niet gekker, jawel, dat kan het wel. Het kan nog veel gekker. Bedrijven krijgen ook nog eens een jubelfonds van 300 miljoen. Het kabinet schrijft zelf dat nog niet duidelijk is of er een probleem mee wordt opgelost. We hebben geld, maar nog geen probleem. En al die problemen die we wel hebben, daar is geen geld voor. Want het kabinet zegt tegen zorgpersoneel dat er geen geld is voor de belofte van de salarisverhoging. Het kabinet zegt tegen jongeren die wanhopig op zoek zijn naar een betaalbare woning, een belofte uit onze grondwet, meer kunnen we niet doen. En het kabinet zegt tegen de klimaatgeneratie die ons aan de belofte van Parijs wil houden, ho ho, niet te snel, voorzichtig, rustig aan. Allemaal beloftes die niet worden ingelost. Maar één belofte wel. De belofte van 2 miljard voor het grote bedrijfsleven. Het begint langzamerhand een beetje op onkruid te lijken tussen de stoeptegels. Je trekt het uit, je denkt dat je er vanaf bent, maar volgend jaar is het weer terug. Voorzitter, na 10 jaar crisismanagement is het tijd voor nieuw leiderschap. Klimaatleiderschap. In de afgelopen periode zagen we de klimaatstakers die actie voerden om de opwarming van de aarde te stoppen. We zagen door het hele land demonstraties van Black Lives Matter tegen institutioneel racisme en voor gelijkwaardigheid. We zien een nieuwe generatie opstaan die geen genoegen neemt met een systeem dat onderdrukt en de aarde uitput. En deze generatie geeft hoop. Heel veel hoop. En als deze generatie samenkomt met al die leraren en verpleegkundigen en al die mensen uit de publieke sector die vragen om nieuwe solidariteit, dan ontstaat er een beweging die niet te stoppen is. Dan krijgt de nieuwe generatie een stem, macht en invloed. Dan is het tijdperk van het economisme voorbij. Corona heeft ons geleerd hoe kwetsbaar we zijn als samenleving. Maar het heeft ons ook laten zien waar we toe in staat zijn. Want we kunnen veel. Alles is mogelijk.